Hoe kunnen de problemen bij Defensie worden opgelost? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Het was een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De krijgsmacht kan niet meer veilig werken. De Tweede Kamer debatteerde hier vandaag over. Het rapport en het debat van vandaag zorgen voor veel ophef, ook in defensiekringen. In de studio Jelle Reitsma, brigadegeneraal buitendienst en lid van de Nederlandse Officierenvereniging. Goedenavond, meneer Reitsma. Goedenavond. Ja, dat rapport van die onderzoeksraad, vernietigend. Schrok u daarvan? Jazeker. Maar ja, de onderzoeksraad heeft gedaan waarvoor ze zijn. Vaststellen van de feiten. En ja, dat ligt er niet om. Nee, want ze kwamen tot de conclusie dat er met verkeerd materieel verkeerd is gehandeld. En dat daardoor twee Nederlandse militairen om het leven zijn gekomen. Ja. En wie is dat aan te rekenen? Ja, dat is buitengewoon een goede vraag. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat er mensen in de organisatie zijn die niet hebben gedaan wat ze zouden moeten doen. Mm-hmm. Maar dat is wel heel kort door de bocht. Want hoe kon de situatie ontstaan waarin deze tekortkomingen konden gebeuren? Ja, want we hebben het over de zomer van 2016. Ja. Waarbij twee Nederlandse militairen aan het oefenen waren. Dus niet in een actief gevecht. Nee. Aan het oefenen waren met een mortiergranaat. Ja. Kunt u uitleggen wat dat is voor wapen? Heel simpel voorgesteld is het een klein model kachelpijp. Ja. Die staat op een grondplaatje. Het is een zogenaamd stijlbaanwapen, dus die pijp die staat redelijk recht omhoog. Mm-hmm. Onder een bepaalde hoek, om een bepaalde afstand te kunnen afleggen. Je laat aan de voorkant van de pijp een granaat erin zakken. Ja. En die zakt er naar beneden, komt op een slagpin, voortdrijvende lading ontbrandt en dat ding vliegt. Ja, en dan vliegt hij weg en ontploft ergens en ontploft in het veld. Precies, daar waar hij op het doel moet komen. En dat betekent dat zo'n mortiergranaat ingebouwde veiligheden heeft, zodat hij niet kan ontploffen voordat hij goed en wel verschoten is. Ja, want deze granaat ontplofte in de buis. Ja, nou dat is dus volstrekt tegen alle voorschriften in. Ja, en wat zegt die onderzoeksraad daarvan? Hoe kwam dat? Het bleek om een partij ondeugdelijke munitie te gaan. Nou, er blijkt intern Defensie een rapport te zijn waarbij die munitie is afgekeurd. Mm-hmm. En daar is ogenschijnlijk niks mee gedaan. Nee. Want in mijn oren klinkt ondeugdelijke munitie, dat gooi je weg en je koopt nieuwe. Je gooit het niet weg, maar je spreekt de fabrikant aan en je zorgt dat er nieuwe komt. Alleen, dan komen er allerlei lastige praktische problemen. Het was in de tijd van Uruzgan. Mm-hmm. Er was daar munitie nodig. Er waren al munitietekorten. Ja. En dan komt de beslissing in een heel ander daglicht te staan. Van ik heb munitie, daar mankeert het een en ander aan, maar ik kan ook kiezen voor geen munitie. Wat moet ik doen? Ja. Nou, dat is een, wat ze dan zo mooi noemen, een prisoner's dilemma. Mm-hmm. En dat leidt er dan kennelijk ergens toe dat er ergens in die lijn iemand het rapport, het keuringsrapport terzijde heeft gelegd en die munitie gewoon heeft laten gebruiken. Ja. Nu zijn er geluiden die zeggen dit is het effect van jarenlange bezuinigingen op defensie. Deelt u die mening? Ja, die mening deel ik zeker. En ook als Nederlandse officieren? Ja, zeker, want bezuiniging op bezuiniging leidt tot reorganisatie op reorganisatie. Ja. Een reorganisatie, die nieuwe, die wordt ingezet voordat de vorige is uitgevoerd. Mm-hmm. En daarmee ontstaat er een onduidelijk beeld van verantwoordelijkheid. Wie is verantwoordelijk voor wat, op welke plek? En dan komen dit soort dingen, die kunnen dan helaas voorkomen. Ja. Het zou best kunnen zijn als er nu een onderzoek wordt gedaan naar een verantwoordelijke, dat we uitkomen bij de majoor of de overste vacature. Ja. Ja, die was er even niet. Ja. En wie is er dan verantwoordelijk? Ja. Ja, natuurlijk is daar een chef boven die. Maar wat ik mij weer zeggen wil, in dat hele onduidelijke gebied van reorganisatie op reorganisatie, bezuiniging op bezuiniging, mm-hmm, ja, dat werkt, dat is het klimaat, tussen aanhalingstekens, waarin dit soort verkeerde dingen kunnen gebeuren. Ja, maar je zou dus wrang kunnen zeggen, die twee militairen zijn niet omgekomen voor het vaderland, maar door het vaderland. Ja, inderdaad. Maar dat is een ernstige conclusie. Dat is ook een heel ernstige conclusie. Het is ook een heel ernstig feit. Ja. Dat er twee mensen het leven verliezen bij een oefening. Ja.
En wie is daar verantwoordelijk voor, uiteindelijk? In uw optiek als militair. Ja, uiteindelijk is dat is heel makkelijk. De eenhoofdige leiding in de militaire organisatie betekent dat er uiteindelijk één militaire functionaris verantwoordelijk is. Dat de commandant der strijdkrachten. Mm-hmm. Maar ja, die is dan wel verantwoordelijk, maar niet direct schuldig. Ja. Maar ergens in die lijn zijn er dus mensen geweest die hun werk niet hebben gedaan of niet hebben kunnen doen. Ja, moet dat gevolgen hebben? Ja, dat moet zeker gevolgen hebben. En waar moeten we dan aan denken? Nou, er moet worden uitgezocht waar het echt mis is gegaan. Mm-hmm. En als daar namen aan kunnen worden verbonden, ja, dan moeten die verantwoording afleggen. Ja, maar niet om u in een hoek te drijven, maar als een militair weggaat, komt de volgende militair, de volgende generaal. En gaat de trein weer verder. Ja, dat is zo. Ja. Maar het gaat er dus om vast te stellen wie heeft uiteindelijk dat keuringsrapport, wat voor die partij munitie vernietigend was, terzijde gelegd. Ja. Je zou kunnen zeggen, kennelijk hebben wij als Nederland onvoldoende inzet en onvoldoende middelen om die missies te draaien. Nee, dat is duidelijk. Moeten we dat dan nog wel doen? Ja, de politiek bepaalt en de krijgsmacht voert uit. Ja. En de politiek, bijvoorbeeld in het voorbeeld van Mali, heeft gezegd er moet in missie worden opgetreden in Mali. En daar zijn spullen voor nodig. Mm. Onder andere munitie. Ja, en dan in een situatie waarin er grote munitietekorten zijn. Ja, de keus tussen geen munitie of wel munitie waar misschien iets aan mankeert. Maar zegt u nu een beetje tussen de regels door van de politiek het boter op zijn hoofd? Jazeker, heel veel. Dus heel Den Haag zou tot zichzelf moeten inkeren en zich moeten afvragen waar zijn we mee bezig? Ja, aan de ene kant vragen aan Defensie om dingen te doen. Ja. En aan de andere kant voortdurend beknibbelen op de middelen voor Defensie. Ja, dat gaat natuurlijk niet samen. Mm. Dus jarenlange bezuinigingen op elkaar gestapeld hebben dit tot effect, zegt u? Ja. Wat moet er dan gebeuren? Wat moet er veranderen? Nou, er moet natuurlijk geld bij. Maar dat is wel een hele simpele. Dat is een hele simpele. Wat er ook moet, is er moet een visie worden ontwikkeld op Defensie. Mm. En die visie werd tot nog toe onvoldoende. Ja. Elke keer weer werd Defensie, het voortbestaan van de Defensie bepaald door de hoeveelheid financiële middelen. Ja. En datgene wat de Defensie moest kennen en kunnen, dat was net min of meer in overeenstemming met het geldbedrag dat ter beschikking stond. Mm-hmm. En dat is natuurlijk niet het systeem. Nee. De politiek moet zich uitspreken over wat de krijgsmacht moet kennen en kunnen. Ja. En zegt u dat moet eerst op orde zijn en dan kunnen we pas weer een missie gaan doen? Ja, dan kunnen we. Nou, je kunt de winkel niet sluiten. Nee. Tijdens de verbouwing. Want ja, internationaal gebeuren er allerlei dingen. Ja. Simpel voorbeeld. Een van de taken van de krijgsmacht is het steun van civiele overheden bij rampen. Sint Maarten. Ja. Ja, kunnen we dan zeggen van ja, helaas, we zijn even druk bezig om de strategie op te stellen. Dus we hebben even geen tijd om daar op te treden. Dat kan toch niet? Ja. Dus dat is maar een voorbeeld. Ja. Maar als er dus internationaal iets gebeurt, ja, dan moeten wij ook mee kunnen doen. Ja. Denk aan, en dan hebben we het over de eerste hoofdtaak van Defensie, de bondgenootschappelijke verdediging. Ja, binnen de NAVO. Binnen de NAVO. Binnen dat kader treden we nu op met de Nederlandse eenheid in internationaal verband in de Baltische Staten. Mm-hmm. Moeten we dan zeggen van nou, dat doen we dan even niet meer? Ja. Zijn er militairen, ook in de hogere rangen, officieren, die bij uw organisatie aan de bel trekken en zeggen zo kan het niet langer? Ja, zeker. Wij trekken zeker aan de bel. Ja. Wij zijn natuurlijk als werkgroep van de Nederlandse Officierenvereniging onafhankelijk. Mm-hmm. Maar wij hebben onze eigen ideeën. En we hebben inderdaad toegang tot de ambtelijke en militaire top van Defensie. En daar steken we onze mening niet onder stoelen of banken. Ja, nou zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid bij Defensie, ze luisteren wel naar je, maar ze gaan gewoon daarna toch weer hun eigen gang. Ze willen niet veranderen. Nou, dat trek ik ernstig in twijfel. Ik denk dat de mogelijkheden om te veranderen te beperkt zijn. Mm-hmm. Ook een simpel voorbeeld. Als je als krijgsmacht bij de tijd wil blijven, moet je investeren in nieuwe spullen. Ja. Daarvoor is vuistregel 20% van het budget voor nodig. Ervaringscijfers. Dat halen we al jaren niet meer. Ja. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld het rapport van de Algemene Rekenkamer, die simpel gezegd zegt, Defensie eet zichzelf op. Mm-hmm. Door voortdurend aan missies mee te blijven doen.
op grond van de politieke noodzaak. Ja. Terwijl het Defensie inderdaad, zoals het zo mooi is, zichzelf aan het opeten is. Ja. Als we even vooruitkijken, meneer Reitsma, er komt een nieuw kabinet aan. Ja. Binnen nu een paar weken, laten we zeggen. En naar verluid trekken die 1 miljard tot 1,5 miljard euro uit voor Defensie. Extra. Is dat genoeg? Nee, dat is niet genoeg, want dat is precies, nou ja, precies, het bedrag wat nodig is om Defensie te repareren. En dat is dan terug te voeren op de brief van minister Hennis in het belang van Nederland. Wat daarin staat, dat kunnen we dan net weer doen als we die 1 miljard hebben besteed. Ja, maar hoeveel is er dan nodig om ook weer vooruit te komen? Precies, veel meer. Ik denk dan eerder aan het bedrag wat de Adviesraad van Internationale Vraagstukken heeft genoemd. Dat is 3,3 miljard. En in percentages van het bruto nationaal product uitgedrukt is dat ongeveer 1,43, zijnde het Europese gemiddelde. Ja. Wij als werkgroep denken dat deze kabinetsperiode het Europese gemiddelde zou moeten worden gehaald. Mm-hmm. Op weg naar de 2% die we in Wales bij de NATO-top 2 jaar geleden hebben beloofd. Ja, want dat is uiteindelijk het doel, ja, om die te halen. Ja. Ja. Zou een nieuwe minister van Defensie dat ook moeten willen en niet zo'n baan accepteren als dat niet gebeurt? Ja, het lastige van zo'n benadering is dat er altijd iemand gevonden kan worden die het wel wil doen. Ja. En u als militair bent loyaal, u bent ambtenaar. Ja, dus u pikt vooruit wat er gezegd wordt. Ja, uiteindelijk wel. Maar het is natuurlijk wel zo dat de militaire top gehouden is om heel duidelijk te maken wat de consequenties zijn van de hoeveelheid middelen die ter beschikking staan. Ja. En als dat minder is, ja, dan moet het ambitieniveau naar beneden. Maar dan is het wel de vraag of Nederland, gezien de positie, de wereld die wij innemen. We zijn, wat is het op dit moment, dacht ik, de 16e economie van de wereld. Ja, in ieder geval de top Rijkland, zoveel. Top. Ja, ja, nu parasiteren we dus op bondgenoten. Uh-huh. En u zegt, dat moeten we niet willen. Dat moeten we niet willen. Ja. En dat niet alleen, maar het is ook ons eigen belang om mee te doen. Ja. Nederland verdient zijn geld voor een groot deel in het buitenland. Dus dat internationale omgeving is voor ons ontzettend belangrijk. Ja. Heeft dit geheel, zoals Defensie er nu bij ligt, ook effect op de werving, op mensen die bij de krijgsmacht moeten komen werken? Ja, dat is dan ook weer een ander heel vervelend aspect. De krijgsmacht is aan het leeglopen. Ja. De personeelstekorten nemen hand over hand toe. En met name in de mensen die we eigenlijk binnen de Defensieorganisatie zouden willen houden. Uh-huh. Maar die zien gebrek aan perspectief. Ja. En die lopen redelijk massaal weg. En dat is een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling. Want daarmee verdwijnt een heleboel kennis en ervaring. Ja. En ja, dat heeft dan dus ook dan terug te voeren op het feit dat er al jarenlang geen fatsoenlijke CAO voor militairen is. Dus dat werkt aan twee kanten negatief. Dat werkt aan twee kanten negatief. Ja, u heeft zelf 40 jaar gewerkt bij Defensie. U bent nu buiten dienst. Niet helemaal, 38. 38, excuses. Als u nu weer voor die keuze zou staan en gezien de toestand van de krijgsmacht, zou u dan weer kiezen voor een... Nou, dat zou dan, ja, op de leeftijd waarop je dat soort keuzes maakt, dan denk je nog niet zo na over defensiebudgetten en dergelijke. Maar dan denk je veel meer over van een aantrekkelijke baan. En, ja, die aantrekkelijkheid voor een jong officier, potentieel officier, is er nog steeds. Ja. Verantwoordelijkheid op jeugdige leeftijd, inderdaad iets kunnen betekenen met jouw mensen. Voor mensen die het minder goed hebben op deze wereld, kunnen meehelpen aan het herstellen van een zekere vrede en veiligheid in landen waar dat ontbreekt. Ja. Ja, dat zijn uitdagingen waar ik me nog wel door aangesproken zou voelen. Ja. En dat adviseert u ook aan jonge mensen die bij de krijgsmacht zouden willen werken? Ja, maar ik zeg er wel bij dat dat die uitdaging er is. Ik zeg er ook bij dat ik 38 jaar met heel veel plezier uniform heb gedragen. Dat is natuurlijk niet elke dag roze geur en maneschijn. Maar toch, ik kijk terug op een buitengewoon plezierige diensttijd. Maar we moeten er een punt zetten, helaas. Ja. Dank voor deze toelichting, generaal buitendienst Jelle Reitsma. Graag gedaan. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen, Beleven en Welzijn, zijn we er weer. Dag.